Hoe gaat het onder al die enorme druk nu? Die neemt elke week toe. Ja, maar goed, dat verandert niet zo heel veel aan wat je zelf voelt. Je wil zelf winnen. We werken allemaal heel erg hard om wedstrijden te winnen. En ik zeg al, ja, als je niet wint, dan is de trainer daar verantwoordelijk voor. Dus dat is niet om zielig te doen, maar dat is de normaalste gang van zaken, omdat het zo werkt. En je probeert zoveel mogelijk druk bij die spelers weg te nemen. Nou, dat is de taak. En voor de rest, zo min mogelijk lezen en horen. Omdat je moet toch in ieder geval niet meegaan in de negativiteit. Ben je verbaasd dat er niet meer kritiek op jouw functioneren is gekomen? Nou, ik krijg niet alles mee. Ik ben heel kritisch op mezelf. Op het moment dat men aangeeft dat men nog het vertrouwen heeft, dan ga ik altijd volle bak door. Dat gevoel heb ik zelf ook nog. Nou ja, dat is ook wel belangrijk. En van daaruit moet je door. Je kan wel heel zielig gaan doen van het loopt allemaal niet en we hebben pech en we kunnen excuses opgeven van daar ligt het aan. Maar goed, zo makkelijk is het niet. Ik ga ook niet mee in de tendens van we hebben geen kwaliteit. Dat vind ik ook te makkelijk. En daarom zeg ik al die druk ligt zeker niet alleen bij de spelers, maar ligt ook bij de technische staf. Dus vandaar. Bij momenten tot nu toe hebben we de kwaliteit gezien. Als we de wedstrijd van PSV dan nemen en zeggen van ja, we kunnen dat wel. Alleen we moeten het volhouden. En we zijn eigenlijk vanaf de voorbereiding te wisselvallig geweest. En die wisselvalligheid die moet eruit.